En met de aanschaf van de helikopters wil de minister de toegankelijkheid en het reactievermogen van de politie vergroten. Minister Amoxi bracht recent een bezoek aan de Airbus helikopter assemblagefabriek in Frankrijk, waar hij onder de indruk was. Het ministerie van Defensie als organisatie wil meer doen aan de ontwikkeling van haar leden. Om die reden werd onlangs het boek Suriname in diversiteit aan hun gepresenteerd. Hiermee hoopt defensieminister Krishna Mathura dat haar ondergeschikten vanuit een andere optiek zaken kunnen benaderen. Het zijn mensen die we voorbereiden om strategisch leiding te geven aan de defensieorganisatie. Dat ze die presentatie hebben gehad van dit boek benadrukt eigenlijk hoe belangrijk hun strategische kijk is eigenlijk. En eigenlijk hebben we geprobeerd om de mensen te inspireren om dat boek te kopen. Die kennis tot zich te nemen en een bijdrage te leveren aan een betere defensieorganisatie, maar ook tegelijk een beter Suriname. Het boek, dat al enige tijd is uitgebracht, werd speciaal door het ministerie gekozen vanwege de verschillende aspecten die centraal staan in de ontwikkeling van Suriname. Mathura zegt dat dit boek haar leden goed zal helpen in het proces van het ontwikkelen van strategische leiders voor de defensieorganisatie. Wij vinden ook dat we meer moeten doen dan defensie. Precies wat u zegt, een land ontwikkel je met innovatie. Een land ontwikkel je met kennis, met wetenschap. En wij promoten dit soort dingen als defensie van die boekpresentatie. Dat het via jullie medium, via de media tot breder publiek komt. Dat mensen bekendgemaakt worden, dat we kunnen netwerken met elkaar. Dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. De onderwerpen die aan de orde komen in het boek zijn diversiteit in relatie tot ontwikkeling, diversiteit in relatie tot gezondheid en diversiteit in relatie tot klimaatverandering.